We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted with someone else? If we go down, then we go down together. If we go down, then we go down together. Een mooie video maken in ieder geval. Ik ga eens even kijken hoe dit Nou, dat voelt wel lekker. Nee, ik kan je wel lekker, kan je wel lekker voetballen. Bal mee moeten nemen, joh. Nou, dat is dan weer even vergeten. Misschien kan ik jullie binnen ook wel even wat dingen laten zien, mensen. Misschien ook wel leuk. Ga ik wel even kijken of dat ook kan. Zo, gaan we binnen even kijken. Nou, dit is dan de bar. Dan gaan we zomers gaan we meestal wat, ja, wat drinken. Bieren en dat soort dingen allemaal. Nou, dan gaan we, dit is de bestuurskamer. Dan gaan we gewoon even kijken wat hier allemaal is. Kijk. Nou, dit is de bestuurskamer. Nou, hier staan allemaal foto's van vroeger op. Nou, hier zijn de wc's. Nou, kijk. Hier. Dit zijn allemaal kastjes waar alle spullen in zitten. Kijk of eentje open is. Ja, kijk, er is eentje open, maar die zijn niet leeg. Maar hier zitten dus allerlei spullen in voor trainen en dat soort dingen. Dus allemaal hoedjes en ja, die zitten hier dus allemaal in. Ja. Nou, hier is de EHBO-ruimte. Dus als spelers geblesseerd zijn, dan worden ze hier behandeld. Dus ja, hier allemaal spullen voor het verzorgen. Nou, onze verzorger is Jesse Dommerholt. Die is verzorger. Ook bij het eerste. Ja. Dus. Hier worden de spelers allemaal behandeld als ze door de enkel zijn gegaan of blessures hebben. Dus dit is echt. Ja.
een EHBO-ruimte. Massage en zo. Ja. Nou, dan hebben we hier het schoonmaakhok. Nou, hier staan allemaal schoonmaak... Even lamp aan doen, jongens. Nou, hier staat het schoonmaakhok. Ik weet niet wat hier allemaal staat. Ik denk een soort berghok. Geen rommelhok. Nou, niet echt een rommelhok, maar... Ja. Dus allemaal schoonmaakspullen. Dus... Magazijn. Zat trouwens ook nog op hier. Schoonmaakhok. Magazijn. Nou, dit is de wedstrijd... Waar is het nou op slot? Maar dit is dus de wedstrijd... bespreekruimte. Dus voordat de spelers... besprekingen hebben. Nou, hier zijn allemaal kleedkamers. Kijk of er eentje open is. Nee, natuurlijk niet. Dat is natuurlijk vanwege corona natuurlijk. Maar ik hoop dat er een kleedkamer open is. Dat die kan je niet kan laten zien. Maar ik denk niet dat die open is. Dat is wel jammer. Maar er is ook een wc. Ja. Nee, omdat er geen kleedkamer open is. Dat gaan we wel eens zien. Nou, het tv-scherm hangt hier. Oh ja, natuurlijk, kleedkamer gesloten in verband met corona. Ja. Maar ik kan wel een beetje uitleggen hoe zo'n kleedkamer eruit ziet. Je hebt dan achterin de douche. Ongeveer 4-6 mensen kunnen douchen. Zo'n soort 4. Dan heb je aan de ene kant heb je, ruimte met allemaal haakjes. Ja, dus. Ja. We hebben dus, even kijken, 9 kleedkamers. Ja, 9 kleedkamers hebben we ongeveer. Die zijn er nog 6, 7. Ja, dus we hebben 9 kleedkamers. Dus, maar ja, het mag ook wel, want we hebben zoveel teams. 34, 35 teams hebben we. Dus dat, ja, dat mag ook wel. Zoveel kleedkamers. Dus, ja, jammer dat we geen kleedkamer... kunnen zien, maar ik heb wel een beetje uitgelegd hoe het een beetje eruit ziet. Dus ja. Nou, dan gaan we de kantine even bekijken. Als die open is, de kantine. Even kijken, wat is dit? Oh, dat is een dameswc. Nou mensen, welkom in de kantine. Kijk, hier staat het bouwwerk van Damien. Toen gewoon helemaal compleet nagebouwd. Nou, dus hier zitten we dan met de pauze als de wedstrijd rust is. Nou, hieronder staan allemaal foto's op. Ik sta er ook op. Ja, Daan Hosman, zelfs onze oud-trainer Michel Fucking, zo op de achtergrond. Hij zit hier, jongen! Hé, hey, Kees! Was goed? Lekker man, zeker. Was even de kantine had laten zien. Goed, jongen. Nou, we hebben daar de keuken. Dus gaan we meestal broodjes maken. Dus ja. Of kan je nog iets vertellen, Kees? Wat zit er hier dan? Hè? Waar is dat dan? Dit? Ja, zeker. Nou, dus als mensen koffie willen, dan kunnen ze hier gewoon bestellen. Ja, en hier dan zo'n lijst. Nou, ik wil je wel even de keuken even laten zien verder. Kijk. Maar hier wordt dan limonade gemaakt en... ja, maar ook broodjes en sausijzenbroodjes, weet je wel, dat soort snackjes allemaal. Ja, maar hier worden de worstjes dan allemaal in verwarmd. Gefrituurd balletjes gehakt en zo, als het thuiswedstrijd is. Een beetje donker, hoor. Kijk, dat is beter. Ja, maar het ziet er gewoon heel mooi uit, jongens. Het is. Hi!
opleiding? Ja, even laten zien aan, aan de kijkers hoe het hier eruit ziet en zo. Ja. Nou, dan hebben we daar allemaal shirtjes hangen. Van verschillende clubs. Zelfs van de Graafschap hangt er tussen. Barcelona. NAC. Ja. Nou, dus hier zitten dan de mensen als de wedstrijd rust is. Maar ook gewoon na de wedstrijd. Het is altijd heel gezellig, met muziek aan. Dus het is gewoon heel gezellig. En hier staan denk ik alle sponsoren op, Club van 50. Ja. Voor mij alle mensen die allemaal 50 zijn volgens mij, staan hier allemaal op. Ja. Nou, dan is dit een beetje het... hoe gaat het worden? Nou, voor mij was dit denk ik van het project. Nou... Dit is het bord waar Forren nu. Dit is eigenlijk voor het nieuwe seizoen weer, denk ik. Goed, waarschijnlijk. Nee, is denk geen. Nee, is geen nieuwe clubs bijgekomen volgens mij. Nou, ik heb nog 4 minuten, mensen. Hij was net al uitgegaan omdat de maximale bereik was. Dus ja, hier staat altijd op waarvoor er altijd staat, op de ranglijst. Dus, nou mensen, dan gaan we weer naar buiten. Ik hoop dat jullie de kantine mooi vinden bij ons. Of in ieder geval bij Forren. Maar jongens, dit is echt heel knap, hè, dit. Het is gewoon het hele project van Damien. Wie die dit gemaakt heeft. Het is echt mooi, jongens, dit. Het is gewoon dus het kunstgras, volgens mij. Bannerveldjes dit. Hoofdtribune. Veld 3. Veld 2. Echt knap hoor. Nagemaakt. Dus, nou mensen, gaan we weer naar buiten. Gaan we er even aan de zijkant laten zien. Nou, ook hier. Hier is het altijd heel gezellig. Hier staan altijd jongeren onder. Supporters. Dus het is hier ook gewoon heel gezellig. En nou, dan gaan we nog even naar de zijkant. Ik snap niet dat mijn telefoon vol is bijna, want ik heb bijna niks erop. Nou, we hebben nu sinds kort ook, dit is de fietsenstalling. Nou, we hebben hier zo'n regelsbord hebben hangen. Ja. Nou, hier hebben we de kassa. Kassahokje. Nou, hier zitten ook nog vaak mensen allemaal onder. Nou, hier staan allemaal containers voor afvallen. En dat soort dingen. Stromen en leidingen. Wat zit hier? Of die open is. Ja, kijk. Nou, dit is de gereedschaphok. Ik houd het een beetje kort, jongens, want ik heb nog maar 2 minuten zometeen. Ja, dit is een beetje het werkzaam hok. Tuingereedschappen. Dus, ja. Nou, dan gaan we verder kijken. En die is op slot. Nou, als het goed is dit het ballenhok. Ja, nou, dit is het ballenhok. Hier liggen allemaal ballen ook van de jeugd in en ook van het eerste. Kijk, voor de een heeft zelfs gewoon de naam erop gezet. Ja, allemaal hoedjes en pionnen. Nou, ook de vlaggen voor de wedstrijden. Ja. Ballen van tweede, derde, vierde. Die hebben allemaal verschillende. Hun eigen hokje met ballen. Ja.
Nou mensen, ik ga afronden. Hé jongen. Lekker gekiet. Nee. Oh. Nou mensen, vond je het een mooie video? Vergeet niet te abonneren om te liken. En bedankt voor het kijken. En nou, tot de volgende video. Nou, voor de afsluiting gaan we natuurlijk nog eventjes... Nee jongens, ik ga afsluiten. Tot de volgende keer mensen. Later.